Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een soort van beauty room tour doen. Het gaat vandaag echter alleen niet over mijn make-up, maar over mijn apparatuur. Wat ik allemaal gebruik, mijn lichten, mijn camera's, mijn achtergrond. Dus letterlijk alles wat ik hier heb om gewoon goede YouTube video's te kunnen maken. Ik heb nog geen één keer zo'n video gemaakt. Ik heb al wel een aantal video's gemaakt over mijn meubels en over mijn make-up en zo, maar niet over mijn apparatuur. En ik krijg er toch best wel vaak vragen over. Ook voor mensen die misschien willen beginnen met een kanaal of al een kanaal hebben, maar het willen upgraden of zo. Een aantal dingen die ik hier heb staan, heb ik ook al echt vanaf het begin van mijn kanaal. Ik doe nu 3 jaar YouTube en sommige dingen zijn still the same. Sommige dingen wil ik ook nog upgraden en ik heb ook in die 3 jaar nog extra dingen toegevoegd. Dus ja, vooral voor de mensen die net willen beginnen, kan het een beetje duur zijn als je alles wat ik heb in 1 keer haalt. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb gewoon steeds iets erbij gedaan. En nou heb ik alles wat dus hier staat. En ik ben voor nu best wel tevreden met alles wat hier staat. Het enige wat ik nog wil veranderen is mijn ring light. Maar ja, voor de rest ben ik op dit moment best wel content met de kwaliteit van mijn video's. Er zat er gewoon heel de tijd een rode lipstick op mijn tand. Jongens. Dus ben jij benieuwd naar allemaal apparatuur en alles? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel van start. Voordat ik begin over waar de video echt over gaat. Ik krijg altijd vragen over wat ik op mijn lippen heb. Ik heb vandaag een heel betaalbare lipstick op van Max & More van de Action. Deze is heel mooi fel rood. Dit is de kleur Hot Kiss. En ze hebben 2 kleuren rood. De andere is meer donkerrood. En die ik nou op heb is meer echt felrood. Ik wilde vandaag echt gaan voor een felrode liplook. Oké, waar ik als eerste mee ga beginnen is mijn vlogcamera. Dit is de camera waar ik mijn vlogs mee maak. Dit is de Sony A5100. Dit was ook de camera waarmee ik mijn kanaal ben begonnen. Dus in het begin maakte ik ook mijn beauty video's met deze. Ik heb dit gedaan voor ongeveer volgens mij 40 video's of zo. Dus als je helemaal teruggaat naar mijn allereerste video's, die zijn dus gemaakt met deze. En pas vanaf mijn bruidsmake-up video, toen pas ben ik begonnen met de camera die ik nu gebruik. Ik moet zeggen, deze camera is heel fijn om te vloggen, want hij heeft ook zo'n ding die omhoog klapt. Wat wel minder is, is de lens is best wel groot. Hij gaat niet naar binnen, dus dat is niet echt heel handig voor to go. Maar ik vind hem echt prima om mee te vloggen. En de geluidskwaliteit is super goed. Je hoeft echt geen microfoon te hebben of zo. Het is echt perfect qua geluid. Ik raad me alleen niet per se aan als je beauty video's wilt gaan maken. Echt make-up met echt veel kleuren en zo. Want hij laat kleuren niet super goed zien. Ik had vaak het probleem dat hij mijn gezicht heel oranje maakt of heel groen. En welke kleur ik ook op had, het werd oranje. En dan moest ik steeds de echte kleur die ik echt op had via een editprogramma erin editen. Dus dat was altijd wel een beetje vervelend. Dat je niet echt heel goed de echte kleuren kon zien. Maar voor vloggen vind ik hem echt prima. Dus deze gebruik ik daarvoor. By the way, ik zet alles wat ik vandaag bespreek beneden in de beschrijving. Ik ga ook de rest van de video vloggen met deze camera. Dus we gaan nou even terug switchen. Oké, mensen, we gaan nou verder met de vlogcamera. Zoals je kunt zien, hij is echt super mooi. Hij maakt ook alles zo een beetje smooth op mijn huid. I like it. Oké, ik ga beginnen met alles te laten zien. En ik zal stap voor stap vertellen wat ik nou allemaal heb. Wat het is, hoeveel het kost. En al die shizzle. Nou mensen, dit is dan mijn complete beauty setup. Zoals je kunt zien heb ik een heleboel lichten. Ik heb hier mijn laptop, mijn licht, mijn camera en mijn microfoon. Nog meer lichten. Hier achter mij heb ik een grote witte rol. En dan nog achter mij zit ook een licht. Ik ga het dus niet echt hebben over wat hier allemaal staat. Maar echt alleen maar over alle apparatuur. Ik ga even dit ding omdraaien. Dit is dan de camera die ik gebruik voor mijn beauty video's. De microfoon hoort er niet bij. Die heb ik gewoon extra gekocht. In principe hoeft een microfoon niet per se. Want deze camera heeft ook gewoon een microfoon erin. Alleen die kwaliteit is wel echt een stuk minder. Dus de microfoon raad ik wel echt aan. Die was ook niet echt super duur. Die was rond de 100 euro.
euro. De camera, dit is de Canon 750D en ik ben er super happy mee. En de lens, dit is een lens van Sigma en daar ben ik ook heel erg blij mee. Die is echt ideaal voor beauty video's omdat hij veel licht doorlaat. Deze waren allebei los van elkaar 600 euro per stuk. Dus als je deze allebei wilt is het 1200 euro. En wat ook fijn is aan de Canon, die heeft dus zo een draad en je kunt het dan vastmaken aan je laptop. Canon heeft een bepaalde programma, die heet EOS. En via dit programma kan ik dan mij zien hier op beeld. En dat heeft Sony niet. Dus ik raad je wel echt aan om voor een Canon te gaan als je beauty video's maakt. Je hoeft niet zo duur te beginnen als dat ik heb gedaan. Je hebt ook gewoon goedkopere. Maar ik vind deze dus echt ideaal. Dus mocht je het budget hebben, ik raad hem echt aan. Hij is echt geweldig. De lens is geen zoomlens. Dus hij zoomt niet in. Maar dat hoefde ik ook niet. En dan heb ik hier nog mijn tweede lens. Dit is de 50 mm lens. En die is meer voor close-up shots. Dus altijd wanneer ik mijn oogmake-up ga doen, dan haal ik deze eraf. En dan doe ik deze erop. Deze is ook niet heel duur. Die was iets rond de 100 euro, 120, zoiets. Ik wil ook nog een 60 mm lens hebben. En die zoomt echt helemaal in op je gezicht. Alleen die is 400 euro. Dus daar wacht ik nog even mee. Maar voor nu is dit echt ideaal. Dus ik ben er echt super blij mee. Nou, dat was mijn apparatuur. Nou ga ik het hebben over mijn lichten. Ik heb hier mijn ring light. Zoals ik al in het begin had verteld, dit is het enige wat ik nog wil upgraden. Ik heb deze al vanaf het begin van mijn kanaal. Hij is ook best wel klein, want mijn camera past er echt net in. Hij was ook super goedkoop. Hij was maar 75 euro. En voor iemand die echt net begint is hij ideaal. Ik gebruik hem nog steeds. Het is niet echt een big deal of zo. Hij is gewoon oké. Alleen ik zou nou graag voor een meer grotere willen gaan. Want ja, dan is het toch iets meer licht op mijn gezicht. Maar voor nou, whatever. Hij is gewoon prima. Dan mijn softboxen. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5. Ik begon met 2. Ik begon met deze hier en deze. Dus ik had deze, dit licht en deze. Deze drie waren mijn licht. In principe is dat ook echt prima. De rest is echt gewoon een upgrade. Deze twee waren iets van 140 euro of iets. Maar ik zet het sowieso in de beschrijving. Dit zijn hele fijne softboxen. Maar deze twee waren ook een upgrade. Want ik ben in principe mijn kanaal begonnen met alleen maar dit licht. Dus ja. Toen ben ik upgegrade naar nog drie lichten erbij. Vooral die licht hier zo. Deze is heel fijn. Want die schijnt echt op mijn haren. Dus echt op mijn hoofd. Waardoor het wat minder donker is. Echt vanaf bovenop. En dat vind ik heel fijn. Deze alle drie waren ook niet heel duur. Waren iets van 150 euro als ik het mij goed herinner. En deze ernaast, die schijnen allebei zowel een beetje op mij als op het achtergrond. Dus dan is er ook hier een beetje licht. Dus ja, dat zijn al mijn lichten. Dus deze en deze waren een set van 2. En dan had je hier deze alle drie, die waren echt een set van 3. En dan heb ik hier mijn achtergrondlicht. Dit ding kan ook echt helemaal omhoog. Dit was een set van 2. De andere heb ik beneden staan, want die gebruik ik voor wanneer ik een video maak beneden, zoals shop, vlogs en zo. Ik ben nog wel alleen op zoek naar een upgrade, want dit ding is eigenlijk iets te hoog nog. Dus wanneer ik hier zit en een beetje verschuif, je kunt hem dan zien achter mij, maar voor nu is hij gewoon oké, whatever. Dan heb ik hier mijn hele achtergrondsysteem. Dit is een witte rol, die staat hier gewoon altijd. Dit is mijn standaard achtergrond, die je ook net hebt gezien in de intro. En dan heb je hier de stangen waar die op hangt. Dit was gewoon één set. Deze hele stang dingen setup was gewoon een set. En de rol is gewoon apart te koop voor 30 euro. Je hebt hem in verschillende kleuren. In het begin had ik verschillende kleuren gehaald. Maar de rollen elke keer vervangen is veel te veel gedoe. Dus ik ben veranderd naar achtergronddoeken. Die zijn een stuk makkelijker om op te hangen. En dan de witte rol is gewoon mijn standaard rol die dan gewoon erachter zit. Dus dat is een beetje hoe het hier in elkaar zit. Dan hier in de
kast zijn al mijn achtergronddoeken. Ik heb er echt een heleboel van verschillende stoffen. Mijn favoriete stof zijn deze die hier allemaal zijn. Deze heet iets van viscose tricot of zoiets. Zijn super goedkoop en ze kreukelen niet. Ze zijn heel stretchy. En ik had in het begin het probleem. Ik had een aantal kleuren stof. Alleen die kreukelde heel de tijd. En je kon dat dan zien als ze achter mij hingen. Met de viscose tricot stof is dat niet. Dus ik heb die echt in like heel veel kleuren gehaald. Felle kleuren, lichte kleuren, grijs, groen, oranje, heel veel. Dan heb ik hier twee velvetachtige stoffen. Deze gebruik ik niet echt, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar die zijn ook wel gewoon mooi, want die geven dan zo'n structuurachtige achtergrond. Dus in het wit, nude-achtig en in het roze. En dan hier zijn al mijn glitter pailletten achtergrondjes. Paars, wit, rood, goud, grijs, roze en wit. Of ja, dit is niet wit, dit is zilver. En deze gebruik ik ook echt heel vaak. Als je mijn video's al vaak hebt gezien, dan heb je die ook al vaak gezien. Dus dit zijn een beetje alle kleuren. De viscose stof is ook best wel goedkoop. Hij is 4 euro per meter. En ik moet altijd 2 hebben, dus 2 meter. Dus ik betaal 8 euro per stuk. De paillettenstof is 8 euro per meter. Dus ik betaal 16 euro per stof. Ik wilde gewoon zoveel mogelijk kleuren hebben. Want dan maakt het niet uit welke look ik ook maak. Ik heb dan altijd gewoon een bijpassende achtergrondkleur. Ik ben nou wel een beetje klaar, maar er kunnen nog wel een aantal kleurtjes bij. En dan deze stoffen maak ik dan gewoon zo vast hier aan de rol. Ik heb hier ook zo van die kleppen, zoals je kunt zien. Ik heb 3 kleppen. Ik heb hier 1, hier 1 en hier 1. En dan aan de andere kant heb ik ook zo hier onder een klep, hier en hier. En dan pak ik gewoon een stof en die hang ik dan gewoon hier zo op de witte rol. En dan maak ik het vast met die kleppen. De kleppen zijn echt een must. In het begin had ik die kleppen niet. En toen gebruikte ik gewoon van die haarkleppen. Maar die maakten het doek niet strak genoeg. En dit zijn best wel agressieve kleppen. En die zorgen er echt voor dat het doek echt strak zit achter mij. En dan heb ik gewoon een mooie egale kleur als achtergrond. Hier op mijn bureau heb ik deze zilveren stof, zoals je kunt zien. Deze heb ik zo geknipt. Normaal is dit zo'n ronde plaatachtig, maar die was te groot voor hier op mijn bureau, dus ik heb hem geknipt en toen gewoon zo hier opgeplakt. Hieronder zit tape. En dan is hij gewoon zo vast. Op zich is dit niet echt super handig. Want deze is hier zodat hij vanuit onderen licht op mij reflecteert. Maar ik maak mij ook gewoon hier op. En kijk, nou is er hier allemaal make-up. Waardoor het hier niet helemaal goed reflecteert. Dus ja, ik moet hier even iets anders op verzinnen. Maar goed. Dan heb ik hier een klein bakje. En hier zit allemaal extra spul in. Zoals mijn lens. Ik heb hier een extra batterij voor in mijn camera. Die is handig wanneer ik echt veel video's maak op een dag. Ik heb hier nog 2 microfoonbatterijen. Want hoe vaak ik vergeet om mijn microfoon uit te doen. Want zo moet hij aan. Kijk, nou is hij aan. En dan zo moet je naar onder drukken. En dan is hij uit. Ik ben echt al een aantal keer vergeten om dat te doen. En toen was de next day mijn microfoon helemaal leeg. Dus ik heb hier nou 2 extra. En ik heb hier wat extra kleppen. Dat zijn dus deze achtergrondkleppen. Dus ik heb er gewoon hier een paar extra hier in mijn bakje. En ja, mensen, that's it. Dat is al mijn apparatuur, al mijn belichting, mijn achtergronddingen. Volgens mij ben ik niks vergeten als het goed is. Ik ben altijd bang dat ik iets vergeet. Maar als het goed is ben ik niks vergeten. En ja, dit is een beetje wat ik gewoon allemaal gebruik. Maar sowieso staat alles beneden in de beschrijving. Ik zet ook bij alles de website link van waar ik het heb besteld. Want ik heb letterlijk alles wat hier staat online besteld. Inclusief al mijn achtergrondgedoe. Dus het is gewoon makkelijk online te bestellen. En ja, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de hele video over mijn room setup. Ik hoop dat iedereen echt iets heeft gehad aan de video. Want dat was absoluut vandaag echt het doel. En als je nog vragen hebt, stel ze vooral hier beneden in de comments. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!